Je moet echt een mega sterke vrouw zijn, wil je hetzelfde bereiken als een man. Vrouwen die aan het hoofd staan van beursgenoteerde bedrijven in Nederland, ze zijn op de vingers van één hand te tellen. En dat terwijl we in 2013 een streefcijfer van 30% hebben afgesproken. Zoveel jaar later hebben we 26,8% vrouwen in de raden van commissarissen, maar is de teller blijven steken in de raden van bestuur op 8,5%. Dat is weliswaar een record, maar het streefcijfer halen we nog steeds niet. Daarom gaan er stemmen op voor een vrouwenquotum. Een quotum is een minimum aantal vrouwen in de raden van bestuur of raden van commissarissen. Bij een ingroeiquotum mogen bedrijven geen topmannen aannemen totdat er genoeg topvrouwen zijn. Noorwegen nam het voortouw in 2008 en ging in een mum van tijd van 22% topvrouwen naar 40%. Later volgden ook landen als Italië en Frankrijk. Internationale vergelijkingen geven geen eenduidig antwoord. Soms worden bedrijfsresultaten beter, soms worden ze minder. Wat we wel weten is dat gemengde teams beter presteren. Ze houden elkaar scherp en ze voorkomen tunnelvisie. We weten uit onderzoek dat de kritische grens ligt op 35% vrouwen. Onder die grens is het zo dat de mannelijke cultuur domineert en vrouwen als vrouw worden gezien. Boven die grens heb je een inclusieve cultuur en worden vrouwen als individu gezien. Vaak zeggen ze dat ze geen concessies willen doen aan kwaliteit. Maar het is belangrijk om te weten dat je kwaliteit ziet door een seksenbril. Dat heeft te maken met onbewuste vooroordelen. Zo blijkt uit experimenten dat cv's van mannen en vrouwen anders worden beoordeeld. Bijvoorbeeld als je als man een jaar in het buitenland bent geweest, dan is het idee vast dat je aan je carrière hebt gewerkt. Ben je als vrouw een jaar in het buitenland geweest, dan wordt er al vaak gedacht, oh, die is met haar man mee op pad. Ook is aangetoond dat mensen zoeken naar gelijkenissen bij een sollicitatieprocedure. Ze schrijven de sollicitant onbewust en soms onterecht competenties toe die ze zelf bezitten. Bestaat een sollicitatiecommissie voornamelijk uit mannen, dan zullen ze daarom eerder een man selecteren. Daarnaast tonen experimenten aan dat vrouwen niet als leider worden gezien. Zoals aan deze rechthoekige tafel. Als gevraagd wordt aan proefpersonen wie is de leider, wijzen ze de man aan het hoofd aan. Zit er een vrouw aan het hoofd, dan vragen ze zich af, welke man zou eigenlijk de leider zijn? We weten dat vrouwen minder snel geneigd zijn om te solliciteren. Is er een vacature met 10 competenties, dan melden mannen met 3 competenties zich aan en vrouwen doen dat pas gemiddeld bij 7 competenties. En het is natuurlijk ook gewoon zo dat een aantal vrouwen kiest voor het moederschap boven carrière. We kunnen ook wel verklaren waarom vrouwen voor het moederschap kiezen, want de verwachting is dat zij de zorgtaken op zich nemen. Combineren ze die met een topcarrière, dan lopen ze het risico dat ze op het schoolplein erop worden aangekeken. We hebben het over werkende moeders, maar niet over werkende vaders. We hebben wel een papadag, maar geen mamadag, want dat laatste wordt als vanzelfsprekend gezien. Vrouwen die wel een topcarrière ambiëren, lopen tegen allerlei praktische problemen aan. Dat heeft te maken met de wijze waarop wij de maatschappij hebben ingericht. Denk hierbij aan de openingstijden van publieke voorzieningen tijdens werktijden, het feit dat de kinderopvang niet flexibel is en het vaderschapsverlof maar zo kort is. Je moet echt een mega sterke vrouw zijn, wil je hetzelfde bereiken als een man. We kunnen via de weg der geleidelijkheid meer topvrouwen krijgen, maar dan moeten we wel heel erg veel geduld hebben. Willen we het versnellen, dan kan een vrouwenquotum de oplossing zijn.